1 like is 1 Squid Game ster. Hoeveel sterren kunnen we verzamelen? Ik ben een Squid Game Guard. De Squid Game Guard is rood. Weet je wat nog meer rood is? Deze muur die op mij afkomt. Oh. Dit drankje is trouwens ook rood. Oh my gosh, ik ben nu veel sneller. Mijn doel is om niet geraakt te worden door de Squid Game muur. En om iets te kunnen zien. Het is best wel donker hier. Dit gaat niet helemaal de goede kant op. Ik heb nog maar een paar seconden en de muur komt eraan. Oh snap. Oh. En begrijp me niet verkeerd. Ik hou van muren. Kan je je een wereld voorstellen zonder muren? Dat iemand in een kamer naast je naar het toilet gaat en dat je alles kunt zien. Maar nu ren ik snel naar voren. Snel, snel, snel. Oh, yes! Ik heb het gehaald. Maar deze challenges waren eigenlijk een training. Voor dit. Dit zijn alle Squid Game Guards in 1 ruimte. Het zijn er meer dan 2. Misschien wel meer dan 3. Raad in de comments hier beneden. Hoeveel Squid Game Guards zijn er in deze game? Sommige mensen denken dat Squid Game Guards gemaakt worden. En dat als er niet genoeg meer zijn voor Squid Game, dat ze gewoon bijgedrukt worden. Maar ik denk van niet. Ik bedoel, come on, het zijn toch geen pannenkoeken? Want ik heb wel zin in pannenkoeken. Het zijn mensen met een masker en een rood pak. Ik bedoel, ja, er zijn een hoop mensen op de wereld. Dus als die allemaal een masker aantrekken, heb je een hoop guards. Maar niet ieder mens wil gemeen zijn. Ik bedoel, er is geen enkele Squid Game guard die aardig is. En dat komt omdat ze zich allemaal houden aan de regels. Dat klinkt raar. Aan de regels houden is toch goed, Job? Meestal, tenzij de regels zijn dat je spelers moet afmaken. Tot nu toe gaat het goed. En daar is de Mega Guard. Daar moet ik naartoe. Dan heb ik het spel gehaald. Ik besef me eigenlijk nu pas. Vandaag leef ik als een Squid Game Guard. Die eigenlijk geen Squid Game Guard is. Dus als de frontman hier achter komt, ben ik verbannen uit Squid Game. En waarom heeft elke guard een cirkel? Waar zijn het vierkantje en de driehoek? De cirkel is eigenlijk het minst belangrijk. Dat kan ik misschien beter niet zo zeggen. De cirkel heeft het minste macht. Daarna het vierkantje. En de machtigste is de driehoek. Sterker nog, als een cirkelguard iets wilt zeggen tegen een driehoekguard, dan mag dat pas als die toestemming heeft van de driehoekguard. Het is een beetje als bij een gemene juf. Je mag niet praten. Voor 100 Robux kan ik dit kopen. Waarom niet? Ik heb het betaald, maar ik heb het niet gekregen. Ik had het kunnen weten. Deze guards, ze zijn niet te vertrouwen. Maar soms is het zo dat je moet afgaan voordat je een item krijgt. Oh, ik heb hem. En oh snap, ik ben mega, mega snel. En ik kan mega hoog springen. Dit is amazing. Eigenlijk ben ik aan het vals spelen in Squid Game. Iets wat eigenlijk niet mag. Ik bedoel, bestaat er überhaupt iets waarbij je mag vals spelen? Als het zou mogen, zou het geen vals spelen meer heten. Dan zou het gewoon spelen zijn. Ga ik dit halen? Oeh, nee. Ik heb nog steeds geen idee hoeveel guards er in deze game zitten. Maar het zijn er misschien wel meer dan 100. Wat zouden de guards doen als ze niet meehelpen aan Squid Game? Zouden het dan gewoon mensen zijn die werken, eten en plassen? Of zouden het gewoon echt bad guys zijn? Ik heb geen idee. Ik zou het ze willen vragen, maar ik heb liever niet dat ze mijn gezicht eraf eten. Ga ik deze sprong halen? Ik haal hem niet. Deze hobby is eigenlijk best wel makkelijk. Wat ik zou willen zien is een andersomdag. Als je andersomdag hoort, dan denk je waarschijnlijk aan ja is nee, nee is ja, lief is gemeen. Iemand die alles anders doet dan normaal. Maar dan in een Squid Game vorm. Zie je het al voor je? Dat de spelers de Squid Game organiseren en dat de guards eraan meedoen. Dat zou een koekje van eigen deeg zijn. Het nadeel is, de guards hebben meegeholpen aan het opzetten van de Squid Games. Ze weten dus exact wat ze moeten doen. Maar hey, er kan letterlijk maar 1 winnaar zijn. Dus zelfs al zijn ze er goed in, er kan er maar 1 de beste zijn. Maar dan is de vraag, mag in dat geval de frontman meedoen? Hij is letterlijk de baas en heeft waarschijnlijk de Squid Games bedacht. Oh my gosh. Oep. Dit is heel chill om zo snel te kunnen zijn. Alleen het is ook makkelijker om een foutje te maken. Oh my gosh. Ik weet niet waar dat geluid vandaan kwam, maar het moest er even uit. Tot nu toe is dit best te doen. Rood, geel, geel. Ik moet een keuze maken. Eigenlijk niet. Ik spring er gewoon overheen, ook al is dat niet toegestaan. Ik wil deze hobby gewoon halen, oké? En ook al moet dat door vals te spelen, dan doe ik dat met liefde. Vals spelen met liefde. Dat klinkt niet als de bedoeling. Oh, dit zijn van die lastige stukjes, maar als je gewoon goed landt als een vliegtuig, dan is het te doen. We moeten over de muur. Leuk feitje. Er zijn mensen die geloven in een geheime Squid Game. In totaal zijn er 5 Squid Games. Of eigenlijk 6, als je de laatste battle meetelt. Maar wat nou als er 1 Squid Game op het laatste moment zou zijn weggehaald? Hoe kan ik dit uitleggen? Er zou door een van de Squid Game spelers een zakje zijn gevonden met puzzelstukjes in de speeltuin waar de koekjes challenge wordt gehouden. Sommige mensen denken dat die puzzelstukjes het eerste plan waren voor een spel, maar dat het dus later is vervangen door de honeycomb challenge. Maar puzzelstukjes? Zou dat dan een Squid Game zijn geweest waarbij je moet puzzelen? Het is op zich best logisch. De laatste die de puzzel af heeft ademt niet meer. Oh my gosh, daarover gesproken. Het lijkt erop dat ik het heb gehaald. Deze is echt heel groot. Wat zit er in het hoofd van een Squid Game guard? 3, 2, 1. Oh, ik zit erin. Het is...
Ik kan niet verder. Ik kan er letterlijk niet doorheen. Zijn masker is te sterk. Misschien als ik deze koop. Bye now. Oh nee, zo hoog springt hij niet. Nee, ik kan niet verder tot zijn masker. Soms heb je van die challenges. 1 euro versus 100 euro. En meestal begin je dan bij 1 euro. En check je daarna 100 euro. Om te kijken welke beter is. Laten we zeggen dat de obby die ik net speelde een 100 euro Squid Game was. En wat ik nu speel... een 1 euro Squid Game. Deze Squid Game is zo goedkoop dat ze geen eens een pak voor me konden halen. Deze Squid Game is zo goedkoop dat ze de guards moesten gebruiken als blokken. Deze Squid Game is zo... oh my gosh, dit is gewoon letterlijk geld. Dat is niet per se goedkoop. Maar dit is dus... ach, serieus. De Squid Game pop is een brug. Jullie hadden niet genoeg geld voor... een brug. Dit is de goedkoopste Squid Game obby. En wat we net speelden, was de duurste Squid Game obby. Ik bedoel, zag je hoeveel guards eraan meededen? Elke guard moet betaald worden. En de obby was lang. Ze gebruiken hier zelfs koekjes om overheen te lopen. En zelfs de spelers moeten meewerken aan deze obby. Omdat ze niet genoeg hadden om de guards te betalen. Het is eerst links, dan is het rechts. Dan is het links en links. En ze hebben zelfs inktvissen. En wacht eens even. Je maakt serieus een grap. Oh my gosh. Dit was de obby. Oké, ik moet zeggen, dit is wel heel gaaf. Waarschijnlijk hebben ze al hun geld uitgegeven aan het einde van de obby. Ik bedoel, er is een regenboogglijbaan. Er zijn gratis items. Oeh, dit is best cool. En er is hier zelfs een super slide. Oh my gosh. Dit was de 1 euro obby. En die van net was 100. Spam in de comments welke heeft er gewonnen. En terwijl jullie dat doen, ga ik in de jacuzzi zitten. Een 1 euro obby met een jacuzzi. Dit klopt niet. Maar nu iets anders. Ik vind dat een Squid Game guard alles moet kunnen. Zelfs al is het oncomfortabel, beschamend, moeilijk. Weet je waar ik naartoe wil? Een obby op hakken. Het is mooi, amazing, elegant. Heel deze obby moet je proberen te halen terwijl je op hakken loopt. En de obby heeft 150 levels. Dit zou eigenlijk de beste training zijn voor iedereen die een Squid Game guard wilt worden. Als je deze obby haalt, word je uitgenodigd op het kantoor van de frontman. Die daar dan zit met... hakken om je te ondervragen. Maar nog steeds, na zoveel tijd, wil ik gewoon weten wie er onder het masker zit. Moet ik daar meer onderzoek naar doen? Spam dan ja in de comments. Ik bedoel, come on. We willen toch weten met wie we te maken hebben. Misschien is het wel Baldi, Slender, Cartoon Cat, of wacht, misschien is het helemaal geen creepypasta. Wat als Bob het gewoon is? Wat is een Bob? Jij bent Bob. 55 Robux voor nieuwe hakken? Maar natuurlijk, kan ik die hier halen? Ik heb mijn hakken een andere kleur gegeven. Nu past het beter bij mijn outfit. En wacht eens even. Oh my gosh, deze guard heeft een leuke dag. En wat is dit? Een VIP. Het leven van een guard is amazing. Ik heb een ander gezicht. Alleen kan ik het niet zien. Tijd voor een foto. Ja, nu ben ik weer helemaal swagged up om verder te kunnen gaan met deze obby. Stel voor, heel Squid Game zou worden gehouden op hakken. Dat zou best geinig zijn, toch? Ik hoor dat het best wel lastig is om te lopen op hakken. Ik kan er niet per se over meepraten. Maar als het zo is, dan lijkt het mij best wel grappig om deelnemers over de glazen brug te zien springen. Ik denk dat dat echt 10 keer moeilijker maakt. Ik ben nu pas op 10% van deze obby. Zijn er serieus mensen die zoveel geduld hebben dat ze de hele dag op hakken kunnen lopen in Roblox? Het lijkt me vreselijk. Maar de Squid Game Guard heeft nog één laatste challenge. Color Block. In dit spel moet je op de juiste de kleur staan. En dat sta ik. En deze modus is een beetje anders, want dit is namelijk een... de toren is weg. Dit is een toren. Dus je loopt naar boven, terwijl je de juiste kleur kiest. Rood. Net zoals mijn pak. Alles is weg. Ik vind het een beetje eng. De volgende kleur. En ik sta erop. Gaat best wel goed. Is het geel? Nee, het is rood. Ik ben rood en... de wereld is verdwenen. Volgende kleur. Lichtrood. Is dat niet gewoon roze? Nee. Oh my gosh, ik zag letterlijk iedereen vallen gewoon... ik heb gewonnen. De Squid Game Guard wint. En we gaan het vieren met Squid Game koekjes. Dat is denk ik het enige wat de Squid Game Guards eten. Koekjes. Koekjes. En nog eens koekjes. In deze volgende modus zijn we een vlinder. En we moeten naar geel. Oh, dit is zo raar. Maar hey, het werkt. Ik ben een vlinder met een masker op. En als ik onder de douche sta, gebruik ik wat sop. Oké, de volgende kleur is blauw. Blauw, de kleur van de lucht. De kleur van een zucht. Ik denk dat ik dit ga winnen. Maar ja, ik ben de Squid Game Guard. Ik speel games die je moet halen, omdat je het anders niet overleeft. Dus zo'n suf spel als dit, natuurlijk win ik dat. Waarschijnlijk nu ik dat zo zelfverzekerd heb gezegd, val ik naar beneden. Iedereen staat op hetzelfde vakje. Lichtrood. En het mooie is, ik sta erop. Roze. Ik ben er. En er staat iemand naast mij. Ga weg jij. Dit is mijn roze. Donkergroen. Ik heb hem. Je hebt natuurlijk steeds minder tijd om het juiste vakje te vinden. En daarom moet je extra goed je best doen. Oh. Ligt het aan mij of heb ik weer gewonnen? Oké, weet je wat? 3 keer scheepsrecht. Nog 1 laatste ronde. En ik zit op een Segway. Ja, meer heb ik niet te zeggen. Hopsakee. En er vallen al zoveel mensen naar beneden. Dit is misschien wel de moeilijkste modus. Je bent namelijk een stuk langzamer. Oh my gosh. Er is nog maar 1 iemand over. Hé, een pompoen. Donkerblauw. Dit is donkerblauw. Oh, wegwezen. Wegwezen. Ik sta hier samen met iemand. Lime. Oh my gosh. We staan allebei aan de andere kant van de map. Dit is spannend. Volgende kleur. Groen. Is dit de groen die ik nodig heb? Ik denk het niet. Nee. Oh my gosh. Zij had het ook fout. Maar wie heeft er nu gewonnen? Niemand. Maar dat accepteer ik niet. Dacht ik net af te zijn van hoge hakken. Loop ik weer met hoge hakken. Dit is vreselijk. Oh my gosh. Hey meiden. Wat zullen we vanavond doen? Ik kan mezelf
mezelf niet echt opmaken. Ik heb een masker. Oké, de volgende. Rood. Ik sta op rood. Val niet naar beneden, jongens. Oh, snap. Dit is eng. Ik ben bang dat ik een blaar krijg en dat ik naar beneden val en niet meer adem. Oké, we hebben steeds minder tijd om het juiste vakje te kiezen. Geel, de kleur van de zon. En de magnetron. Als die aanstaat, dat is waar toch? Volgende kleur is roze. Kom op, iedereen. Sta op de juiste kleur. Anders duw ik je ervan af. Ik bedoel, ik ben lief. Ik wil deze hebben. Deze is van mij. Niemand mag hierop. Wegwezen. Oké, weet je, vandaag dan wel. Ik kan niet duwen in dit spel. Het zou wel grappig zijn als het kon. Oh my gosh. Wow, ik heb het gehaald. Bijna niet, maar ik heb het gehaald. En nu moet ik deze hier hebben. Niemand gaat vallen. Paars. Paars heb ik hier. En oh, snap. Oh, jullie zitten allemaal daar? En ik ben hier? Nou, boeien. Donkergroen. Ik heb het gevonden. Hey, kunnen jullie even naar beneden vallen, alsjeblieft? Ik wil niet heel vervelend zijn, maar... Oh, oh my gosh. Het werkte. Er is nog maar één iemand over. Donkerblauw. Donkerblauw, donkerblauw. Oh! Abonneer voor meer Squid Game en adios.